Terwijl de basisspelers uit de wedstrijd Nice-Ajax vrij zijn, spelen de reserves een oefenduel tegen Hull City. Vorig seizoen nog uitkomend in de Premier League, gedegradeerd naar de Championship. En volgende week beginnen zij aan de competitie. Een goede oefenpartner dus. En genoeg geïnteresseerden langs de lijn. En al vroeg in de wedstrijd krijgen de Engelsen de eerste kans. Niet lekker verdedigd door Bergsma. De bal komt zo voor de voeten van Marcus Henriksen, oudspeler van AZ. En hij schiet Hull City binnen 5 minuten op voorsprong. Bergsma raakt hem niet goed. Henriksen profiteert optimaal. Het is Schalk van Leer. Tjerny. Met een mooie actie. Begint op de eigen helft, legt hem terug. Daar is Frenkie de Jong. En Frenkie de Jong heeft wat geluk. Want via het bovenbeen van Dawson, de aanvoerder, verdwijnt die bal tegen de touwen. 2 minuten na de goal van Hull is het alweer gelijk. En deze goal na een prachtige actie van Tjerny. Huntelaar. Geen controle. Hull loert dan op de tegenaanval. Met een goede paas weer naar Henriksen. Van Leer buiten zijn 16 meter. Maar met zijn voeten lost hij het op. Dus geen nieuwe voorsprong voor de ploeg van Leonid Slutsky, de Russische coach van Hull. Afgelopen EK nog de bondscoach van de Russen. Hier een prachtige paas van Frenkie de Jong naar Mitchell Dijks. Die legt klaar voor Huntelaar. En daar is de voorsprong voor Ajax. Een prachtige aanval. Begint bij Frenkie de Jong met een schitterende paas naar Mitchell Dijks. Die wordt klaargestoomd om fit te zijn voor de thuiswedstrijd tegen Nice. En Klaas-Jan Huntelaar rondaf. Het schouderklopje natuurlijk voor Frenkie de Jong. Die al sterk inviel in Frankrijk. En hier een prachtige paas aflevert dus. Weer Ajax, Tjerny, Eiting. Niet door de benen. Maar toch Tjerny. De Jong. Masraoui. Terugdraaien. Dan naar zijn linker. Een goede actie. Van Nusair Masraoui uitkomend op het middenveld. Matthijs Ligt vrij dus. Maar wel toeschouwer bij dit duel. En ziet dat in de tweede helft Ajax de voorsprong vergroot. Het is Frenkie de Jong als aangever. Tjerny als afmaker. En zo wordt het 3-1. De Jong loopt de bal van de voeten van zijn tegenstander af. Een mooie schijnbeweging. Dawson naar de grond. En dan loopt Tjerny hem binnen. Zo ziet het er goed uit voor de ploeg van Marcel Keizer. Maar hier komt Hull. Goede aanval. Bal voor de voeten van Betty. En die doet wat terug. De invaller van Hull City. Terugleggen is goed. En Betty schiet hem hard binnen. En dan gaan de Engelsen ook nog op jacht naar de gelijkmaker. 5 minuten voor het einde van de wedstrijd. Hier is Weir. Zijn schot wordt nog geblokt. Maar hij krijgt een herkansing en dan haalt hij in 1 keer uit. En wordt het toch nog 3-3. James Weir bepaalt de eindstand op 3-3 dus. Slutsky en Keizer kunnen erom lachen. Een nuttige en goede oefenwedstrijd voor Ajax. 6 goals, 3 voor Ajax en 3 voor Hull City.